Jo Elton Vola is op vrijdag 23 februari officieel beëdigd tot glislandmeter door president Chandrika-Prasad Santokhi, bijna 6 maanden na zijn benoeming. President Santokhi ziet de benoeming als een stap naar versterking van het glis. De regering werkt aan een integraal grondbeleid en probeert bouwpercelen beschikbaar te maken voor een ieder die dat nodig heeft. Santokhi dringt er bij Vola op aan om de achterstanden in grondhuurpercelen snel in te lopen en de wachttijden voor een perceel-ID te verkorten. De regering is ook bezig met grondconversie en organisatorische veranderingen om de achterstanden efficiënt aan te pakken. Agrofest 2024 in Barbados verwelkomt Suriname, Cuba, Guyana en Brazilië. De Barbadiaanse minister van Landbouw opende het evenement waar Surinaamse agro-ondernemers kansen zien voor export en uitwisseling van ideeën. Suriname met gunstige omstandigheden voor landbouw kan voedselzekerheid bieden. De Surinaamse luchtvaartmaatschappij participeert voor het eerst en biedt ook luchttransport voor landbouwproducten aan. Minister Riyad Nour Mohamed van Openbare Werken bezocht op 21 februari 2023 de Kronenburg en de dijk aan de Brandimakkaweg waar werkzaamheden plaatsvinden. Momenteel wordt een hulpdam gebouwd vanwege de bezwijken van de dijk op verschillende plekken veroorzaakt door hevige golven. Het hoofd van Kust, Rivier en Natuurbeheer, Satish Kumar Bhagwandin, verklaarde dat de dambreuk te wijten is aan de grote golven waardoor erosie optreedt en versilting dreigt. Hij benadrukte de noodzaak van alternatieve kustbescherming om de golfslag te minimaliseren.